Welkom bij een gloednieuwe video. Het is eindelijk tijd. We gaan beginnen aan de carrière-modus van F1 2020. Vanaf vandaag mag het. Vanaf vandaag mag ik het streamen. Vanaf vandaag mag ik het op YouTube posten. En dat is dan ook precies wat we gaan doen. Ik heb hier de carrière voor me. We zien het al. We kiezen voor een driver career en niet een my team mode. Ik heb geen zin om mijn eigen team op te zetten en facilities bij te houden. Noem het allemaal maar op. Dat is iets te veel management. Ik wil gewoon lekker gaan racen. Dus ik hou het lekker bij de driver career. En zoals elke echte driver gaan we natuurlijk gewoon beginnen in de Formule 2. In de Formule 2 League. En gaan we vanaf daar gaan we ons omhoog werken binnen het systeem. Nu gaan we niet een volledig Formule 1 seizoen draaien. Nee, zeker niet. Of wel Formule 2 seizoen, spijt me. Nee, we kiezen ervoor om gewoon 3 races te rijden. Eigenlijk net zoals dat vorig jaar het geval was. Hoewel je nu al kan kiezen gewoon voor een volledig seizoen. Uiteraard heb ik gewoon mijn nummer 49 weer erbij genomen. En hier is hij. Coastmotor KMN 49. Nou, wat ik zei, we kiezen voor de F2 Taster. 3 scenario's waarbij we 3 races gaan rijden. One of the key steps many drivers will take on the path to Formula 1. It is a championship where the best up-and-coming drivers in the world must compete in identical cars to hone their skills and showcase their talents to teams in the F1 paddock. Whichever Formula 2 experience you choose, your performance in the championship matters. Finish high up in the table and your Formula 1 career will start on a high, allowing you to more easily negotiate with the top teams on the grid. En ja, voor welk team kiezen we dan? Dat kan er natuurlijk maar eentje zijn. Dat is MP Motorsport, Nederlandse team. En select a Driver Academy. Ik heb natuurlijk mijn Mercedes shirtje aan, dus we kiezen gewoon voor de Mercedes Driver Academy. En dan gaan we onze carrière beginnen. Here we are amidst the dense forest and rolling hills of Spielberg in Austria, just 2 hours out of Vienna. It's an amazing destination for the race today, and we're about to get started. So Spielberg is one of the shortest laps on the F2 calendar, just 10 corners, 7 right and 3 left. Look out for the uphill braking zone into turn 3. That represents one of the better opportunities to overtake. Also turn 4 straight afterwards, and then the next one being all the way back round to turn 1. Joining me here in Spielberg for the feature race today is the GP2 champion of 2012. It is, of course, the one and only Davide Valsecchi. Ciao, Alex. What a day to go racing here in Austria. The feature race, of course, has the most points of the weekend. But for the drivers in 9th or 10th place, it's also important to push hard to get to the top 8. Yeah, the Kentucky helmet is lelijk. Sprint race tomorrow. My God. Here are the starting positions for today's race. Luca Giotto starts from pole position today, edging out Nicholas Latifi, who will start from P2. Looking down the rest of the grid, we have Joe and an MP Motorsport. Starts up the vierde plek. Peter Mazepin and Sete Camara, Matsushita, De Vries, Delatraz, Dorian Boccalacci, Ilott, Aitken, Jordan King, and Correa, Calderon, Schumacher, Galeo, and Antoine Hubert, Bochon, and Giuliano Alesi starts from the back of the grid. And now it's time to head down to the track. Geen goede start. Gelijk al een plek verloren. Geen ramp in ieder geval. Focus now for the rest of the race.
we jagen gelijk op de eerste plaats. Dat is mooi. We willen natuurlijk dat stoeltje in de Formule 1 mag. Je hoopt dat we in ieder geval de snelste ronde. En wij gaan hem hier pakken. Naast elkaar. Ik heb wel de binnenbok, maar... Ja, we hebben hem. En we hebben de leiding. Snelste sector tijd. Dat is wat we graag willen zien. Klein beetje gras maaien, gelukkig niet altijd. Zolang we maar vooraan blijven rijden. Zoals de ondertuin niet zit. Kijk. Oh. Die was helemaal verkeerd. Listige bocht wel hoor. Even kijken er vaak op hoor. Niet te vroeg op het gras hier, want dat ben je gezien, zeker met deze auto's. Naar ronde 4. Weer een snelste tijd neergezet. Kijk, dat is hem. Echt met je grote teen gas geven hier hoor. Ik ben benieuwd of je nou in Oostenrijk begint, omdat het seizoen ook in Oostenrijk begint, maar... Het was niet zo heel lekker genomen. Wij zo ook niet. We zijn goed afstand aan het nemen. Nu 3,7 seconden los. Oh shit. Moment van de overstuur. Ik dacht heel even dat ik hem kwijt was, maar ik kon hem nog opvangen. Halverwege de reis. Blijft een mooie bocht hoor.
naar beneden. Best wel uitdagend ook. Je ziet vaker races dat mensen daar online racen dan dat mensen de bocht uitvliegen. Maar even vroeg opschakelen om niet mijn schakelbak te beschadigen. Gaan we iets langzamer, we kunnen het wat dat betreft wel voorlopen. Voorsprong inmiddels bijna 6 seconden. Sowieso te hard en te vaak terug op plekken waarbij dat helemaal niet nodig is, maar dat zit zo verankerd in mijn rijstijl. Difficulty staat op hard. Ik kan me toch herinneren dat het vorig jaar veel lastiger was in de 2 jaar dan. You're pushing too hard. It's causing your gearbox to take increased wear. Altijd mijn gearbox naar de malle moeren. Nou, maar heel voorzichtig rijden. Oh, we gaan nog oké. Schakelen we zo netjes dan? Ja toch? Dat is het ding, als ik niet ver genoeg terugschakel, dan heb ik echt altijd zoveel last van onderstuur. Okay, this is Jeff. Update on the car. The gearbox is damaged. Gearbox is damaged. You'll likely find gear changes slower. Oh, the gearbox is zeker damaged. Kijken of deze race nog zo uit kunnen rijden. Je moet echt al heel vroeg op of naar beneden schakelen voordat hij überhaupt luistert.
Nou, nu komt de concurrentie wel heel dichtbij. Nu nog maar 5 seconden. This is your final lap. Final lap of the race. Laatste ronde. Houd alsjeblieft nog even vol. Wat nog 3 seconden. Het is echt alsof je met 2 seconden vertraging aan het schakelen bent. Nou ja, lijkt het nu weer redelijk oké te doen. Ja, we reageren nu weer stuk. Dat is mooi. De eerste racewin is in de bag! Woe! Dat was toch wel een zweet op het einde, man. Oh. Driver of the day. It wasn't always plain sailing today, but a very important win nonetheless. And look at that, they're making their way out onto the Motorsport and Koshi Motor from the MP Motorsport team, and I'm very happy to see them up there on the top step of the pole. After this round of the World Championship, here's how things look. The gap at the top of the championship. Mijn snelste rondetijd is wel echt 2 seconden sneller bijna dan nummer 2. Dus ik moet even kijken of we hem op iets hogere moeilijkheidsgraad zetten. Maar verder prima toch? Jongens, bedankt voor het kijken van deze video. Dit waren mijn eerste stapjes in mijn F1 2020 carrière. Ik zal vanaf nu elke race hier op dit YouTube kanaal posten en zo kan je de volledige carrière volgen. Hoe ik het in ieder geval voor me zie is dat we uiteraard dit korte F2 seizoen even afmaken. En ik denk dat ik dan voor een Williams team ga, zodat we Williams weer great kunnen gaan maken en Williams weer helemaal terug naar de top kunnen brengen. Want het is zo'n ongelooflijk mooi team, wat nu gewoon in ongelooflijk zwaar weer verkeert. Maar wij gaan het tij keren en dat ga je hier allemaal zien in F1 2020 carrière modus hier bij Koos GK op YouTube. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Later!